In de laatste 10 jaar is het aanzien van de Utrechtse binnenstad grondig gewijzigd door de bouw van het immense complex Hoog Catharijnen, waarvan het winkelcentrum nu in gebruik is genomen. Rond de opening is er nogal wat te doen geweest over dit project, dat namelijk nog lang niet gereed is en waarvoor in het oude hart van Utrecht nog veel zal moeten verdwijnen. Tot de gebouwen die op de nominatie staan behoort onder andere het in jugendstil opgetrokken kantoorpand van de Utrecht. Actiecomité's protesteren tegen de geplande afbraak van nog goed bruikbare woningen en tegen een verdere aantasting van het milieu van de oude binnenstad, onder andere door de geprojecteerde aanvoerwegen. Deze voor de sloop bestemde gebouwen staan aan de Catharijnensingel, die voor het grote project gedeeltelijk gedempt werd. Waar eens boten voeren, rijdt nu het verkeer onder de traversedeur die het complex verbindt met het centraal station. Het hele winkelcentrum is overdekt en heeft een speciale temperatuurregeling. Op verschillende niveaus zijn er promenades die toegang geven tot de open ingangen van de winkels. Behalve de 104 nieuwe winkels zijn er tal van restaurants en cafés gevestigd. En hier en daar geven oude palmbomen een exotisch tintje aan een caféterras. Zeer veel mensen hebben in de dagen volgend op de opening al de weg gevonden naar het nieuwe winkelcentrum. Maar velen hadden in het begin nogal wat moeite met het vinden van de juiste weg in het centrum, waarin over 6 verdiepingen verdeeld ook een groot warenhuis is ondergebracht. Vanuit een speciaal dienstcentrum kunnen via een gesloten tv-circuit alle technische installaties in het hele complex gecontroleerd worden. En dan is er tenslotte ook nog een bioscoop gevestigd, waarvan de zaal zo nodig dienst kan doen als congresruimte. Het veelbesproken plan Hoog Catharijnen zal zich tot 1980 blijven uitbreiden. En dan zal er zo'n 700 miljoen gulden in het hele project geïnvesteerd zijn.